ik had misschien een beetje gedacht, veel chagrijn op de hertgang, dat valt uiteindelijk allemaal wel mee. Ja, misschien als je vandaag ziet, valt iets mee. Maar natuurlijk, we hebben het besproken allemaal. En het is gebeurd nu. Ik bedoel, we hebben die wedstrijd gelijk gespeeld. En nu moeten we, ook al is het moeilijk, we moeten weer door. Ja, ja, de koppies staan nu weer richting volgende week, richting Ajax. Dat is nu het belangrijkste. Ja, maar is dat niet hartstikke moeilijk? Zo'n mooi affiche, zo'n kraker, PSV-Ajax, terwijl jullie eigenlijk nergens meer om spelen. We staan inderdaad veel punten achter nu. En we hebben een beetje aan onszelf te danken natuurlijk. Maar het blijft PSV-Ajax, wat je al zegt, een topwedstrijd in Nederland. We hebben volgens mij nog geen toppen gewonnen dit jaar. En dat willen we zondag wel gaan doen. Ja, prestige. Misschien ook meer ellende nog voorkomen. Want je moet er toch niet aan denken dat je in het eigen Philipsstadion na zo'n seizoen ook tegen Ajax eronder uitgaat. Natuurlijk, wat ik al zei, wij willen deze wedstrijd winnen. Het is inderdaad een hele mooie wedstrijd, een mooi affiche. En ik denk dat we dat naar onze fans ook beschuldigd zijn. En ook naar onszelf om die wedstrijd in een winst om te zetten. Ja, je bent met misschien wel dezelfde instelling, dezelfde doelstelling in de winterstop naar PSV gekomen als vorig jaar. Vorig jaar ging het net goed, nu ging het fout. Heb je voor jezelf een soort conclusie kunnen trekken? Wat het grote verschil is tussen die twee helften? Ja, misschien dat het toch een paar kleine details zijn. Ik bedoel, vorig jaar zat het net mee wat je al zegt. En dit jaar een paar keer net tegen. Valt hij net wel goed voor hun voet. Gaat de bal er wel net in. Laatste minuut twee keer wat ik net al aangaf. Ja, dat kunnen dure punten zijn uiteindelijk in het behalen van je doelstelling. En dat is dit jaar wel. En vorig jaar viel het kwartje onze kant op. En nu net niet. Ja. Is een van de conclusies ook niet dat de selectie dit seizoen niet in evenwicht was? Bart Ramslaar moest noodgedwongen tegen wil en dank linksbuiten spelen. Jij af en toe rechtsbuiten? Moeilijk, weet ik niet. Ik heb inderdaad een paar wedstrijden nu aan de buitenkant gespeeld. Het is niet helemaal mijn positie natuurlijk. Maar we zullen het wel zien. Ik doe altijd mijn best en ik wil altijd winnen. En dat gaan we zondag, ook doen. Ja, is het toch leuk om PSV'er te zijn? Tuurlijk. Zoals vorig jaar is alles top heb je de mooie kant van de medaille. En als je wat mindere resultaten haalt, dan krijg je ook die andere kant te zien. En nu moeten we gewoon de rug terecht houden en de komende wedstrijden gaan winnen. En dan kunnen we nog mooi afsluiten.